Een smaakvolle koep vers bereid roomijs met aardbeien. Iets waar we ten volle van kunnen genieten. Maar staan we ook wel voldoende stil bij de bereiding en veiligheid van deze lokale producten. Iets waar de provincie de laatste jaren enorm in investeert, om vooral gezonde en duurzame voeding op ons bord te toveren. Amai, dat ziet er prachtig uit. Dank u wel. Smakelijk. Dank u. Ja, een prachtige ijskoep met aardbeien en slagroom, maar wat heeft de provincie hier eigenlijk mee te maken? Wel, om die aardbeien te kunnen produceren, om die melk voor het ijs te kunnen produceren, ja, heb je ruimte nodig, heb je grond nodig. En wij proberen ervoor te zorgen dat er in onze provincie voldoende ruimte blijft voor landbouw. Het tweede waar wij proberen aan te helpen, is om altijd maar nieuwe innovatieve technieken toe te passen. Er zijn nieuwe milieueisen, dierenwelzijn. Dus wij hebben zo'n aantal eigenlijk boerderijen, maar waar dat we nieuwe innovatieve technieken toepassen, die eens dat die werken, dat die dan ook door onze landbouwbedrijven in heel de provincie kunnen worden overgenomen. Het proefcentrum Hoogstraten kan dankzij de provincie blijven investeren in die heerlijk rode lekkernij. We zijn een praktijkonderzoeksinstelling. Dat wil zeggen dat we fundamentele kennis proberen te vertalen naar de praktijk, dus in functie van de teler. En we doen dat op 3 verschillende gewassen: paprika, tomaat en aardbei. Het is echt geweldig om intussen die mooie, verse, frisse aardbeien te wandelen. En dan kan ik niet aan de verleiding weerstaan om er toch eentje te plukken en van te proeven. Echt geweldig. In het regenpapproject proberen we zoveel mogelijk water op deze treevelden op te vangen, te decontamineren en te hergebruiken. En op die manier proberen we dan zo efficiënt mogelijk met het water om te gaan om zo kwalitatief mogelijke aardbeiplanten op te kweken. In Geel ligt de Hooibeekhoeve, het proefbedrijf voor de melkveehouderij. Daar wordt de kwaliteit van melk onderzocht en verbeterd. Melk die nodig is om lekker roomijs en heerlijke slagroom te maken. Wij zoeken eigenlijk naar rendabel, maar ook diervriendelijke oplossingen voor actuele problemen. Ja, meten is weten, dat is jullie motto een beetje. Ja, klopt. Wij verzamelen heel veel gegevens, gaande van producties, voeropnames, maar er hangen ook heel wat sensoren in de stal die gegevens en data verzamelen, zodanig dat wij voldoende informatie hebben om mee aan de slag te gaan binnen het onderzoek. Met het Mastiman-project proberen we de uiergezondheid op de Vlaamse melkveebedrijven te verbeteren. Uierontsteking of mastitis is eigenlijk nog een van de meest voorkomende, maar ook duurste aandoeningen op een melkveebedrijf. En met het project proberen we daar verbetering in te brengen. Ik ben best wel onder de indruk van wat hier gerealiseerd is, maar er is elders nog meer. Ja, je hebt nog niet alles gezien. Hè. We hebben ook ons proefbedrijf Pluimveehouderij elders hier in Geel. En we hebben ook je proefstation voor de groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver. Daarmee proberen we ervoor te zorgen dat onze land- en tuinbouw dat die klaar is voor de uitdagingen van morgen. Zo! Gezondheid.